Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Elsie Sierens, 51 jaar, Open VLD, woonachtig te Destelbergen en momenteel ook burgemeester in Destelbergen, de mooiste job die je maar kan inbeelden. Ik sta op de lijst voor het Vlaams parlement op de 26e plaats. Ik sta net boven onze nestor Herman de Croo, die ik toch even wil vermelden. Ik heb een hart voor politiek, ook als burgemeester. Ik vind het heel belangrijk van bij onze inwoners te zijn. En dat is ook een taak die ik, als ik verkozen word voor het Vlaams parlement, ter harte zal nemen. Waarom stapt u in de politieke strijd? De politieke strijd, ik vind strijd al een heel negatief woord. Ik vind het politiek toneel is een die mij bekoort. Dat is ook omgaan met mensen, voelen wat er bij de mensen leeft. En die wisselwerking, die interactie, dat spreekt mij enorm aan. Ik ben in de politiek gestapt in 2010. Toen ben ik bij de partij gekomen, gemeente natuurlijk, gemeente Destelbergen. En ik voelde onmiddellijk, toen ik daar binnenkwam, van ja, dat is mijn ding. Ik had eigenlijk voordien een carrière als communicatieverantwoordelijke, als persverantwoordelijke, waar ik volledig mijn ei kwijt kon. En dan door kinderen, allerlei omzwervingen, toch een beetje ja, de work-life balance en gezin-werk combineren, zelfstandig geweest. En toen, ik kwam daar binnen in die setting en ik had zoiets van, hier, dat is het opnieuw. Dat puzzeltje viel op zijn plaats. Ik ben toen in 2012 voor de eerste maal op de lijst gestaan, gemeenteraad. Ben ik verkozen, gemeenteraadslid. Ben ik ook voorzitter van de partij geworden. En sindsdien is het eigenlijk heel snel gegaan, van gemeenteraadslid naar schepen. En vrij recent zelfs burgemeester. Dus het is een snelle, krachtige sprong. Maar een sprong die heel goed voelt. En waar ik mij eigenlijk compleet op mijn gemak voel. Sommige mensen zeggen van ja, wat is er dan nu zo leuk aan? Vind je dat boeiend? Het is toch altijd zagerij? Nu, dat is ook zo. Maar het feit dat mensen een aanspreekpunt hebben, dat ze hun ding kunnen zeggen tegen jou, dat vind ik heel positief. En als je daar dan in overleg kan treden, kan zeggen van kijk, zo zit de vork aan de steel, mensen duiding geven, dan voel ik toch dat dat een zeker effect heeft op mensen en dat ze dat echt wel appreciëren. Dus voor mij is dat echt een positieve ervaring en een heel constructieve ervaring. Dat probeer ik er toch alleszins van te maken. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote genomen die ik ook meegepakt heb in de gemeenteraadsverkiezingen. 100% engagement. Want ik vind, je moet tonen dat je er bent voor de mensen. U op je bureautje opsluiten. Moet ook wel af en toe om je werk degelijk voor te bereiden. Maar voor mij gaat het tonen aan de mensen dat je bezig bent met die materie, dat je er ook zijt, dat je aanwezig bent en dat je gaat voor een verbinding en een nimmer aflatend enthousiasme tonen. Wat ook wel in mij zit. Je moet dat niet doen om mensen te bekoren. Ik blijf mijzelf. Maar voor mij gaat het om die mensen heel positief te benaderen. Er zijn wijken, noem maar op, sportverenigingen, milieuverenigingen. Ik wil daar overal, en ze weten dat ook, ik zou mij niet goed voelen mocht ik ergens ontbreken. Want dan heb ik zoiets, nee, dat strookt niet. Dus ik wil bij die mensen zijn. En die zijn dan ook meestal wel heel opgetogen dat je daar bent en dat je interesse toont. En dan hoor je ook dingen. En dan weet je ook, oei, hier schort dat, daar schort dit. En zo kan je ook gaan anticiperen en gaan oplossen. En dat vind ik heel belangrijk. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk enorm gecharmeerd door de voorbeelden die wij hebben binnen Open VLD. En ik wil helemaal niet chauvinistisch doen over mijn eigen partij. Maar ik vind dat de daadkracht en de duiding die zij geven en het positief uitstralen, want vaak heb ik zoiets van, je kan elkaar blijven bestoken, maar dan ga je geen oplossingen bieden. Ik vind de expertise van... Ik ga het nu eerst over onze eigen lijsttrekkers hebben. Carina van Kouter, Alexander de Croo, die vind ik echt wel heel
intelligent en ook wel heel adequaat naar hun antwoorden. Ook bereid om oplossingen te bieden, erfrecht, noem maar op. Alexander De Croo heb ik als minister van Pensioenen, vond ik zaligmakend. Dat was baanbrekend, dat hebben wij toen ook in de gemeente uitgenodigd. Ik vind ook minister Gats naar cultuur toe. Ik vind dat die man heel frisse ideeën gegeven heeft. En als ik dan in mijn eigen regionen dan kijk naar burgemeesters toe, vind ik wel als toonvoorbeeld Bart Somers, omdat hij toch wel erin slaagt om een heel diverse maatschappij, wat geen evidentie is, en daar staan we allemaal wel voor. Ik denk die multiculturele samenleving, dat is de uitdaging van de toekomst. En die slaagt daar in Mechelen wonder wel in. Dus als ik een voorbeeld burgemeester mag noemen, dan springt hij er wel uit. Maar de positieve vibe vind ik in mijn partij, dat is ook de reden waarom dat ik mij daar ook goed voel, in mijn sas voel, omdat die blijven in een klimaat van ambetantigheid blijven die wel met een positieve boodschap. En ik vind, dat moeten we blijven houden. We mogen niet doemdenken. Dus dat is een beetje het antwoord op die vraag. Wat zijn uw politieke interesses? Uiteindelijk, mijn interesse nu als burgemeester is een heel breed veld. Het vlak van communicatie zit ook onder mijn bevoegdheid. Dat vind ik een heel belangrijke. Ik vind hoe je zaken aan de mensen verwoordt. Als je iets op papier schrijft, dan moet je heel gewikt en gewogen te werk gaan. Want elk woord kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus ik vind de communicatie naar de burger, is dat nu puur politiek? Nee, maar ik vind dat wel een heel belangrijke. Ik heb ook cultuur onder mijn bevoegdheid. Dat vind ik ook heel zaligmakend, omdat we in een hectische maatschappij nog altijd die cultuur zo'n beetje kunnen hebben van hoe hier kom ik tot rust. Voor de rest, ik ben ook schepen van leefmilieu geweest. Ligt leefmilieu, klimaat heel nauw aan mijn hart. Ik denk dat we daar met heel wat uitdagingen zitten. Wij hebben nu ook met de nieuwe legislatuur het burgemeestersconvenant getekend, omdat we daar echt wel naar onze burger willen aantonen van kijk, het is niet 5 voor 12, maar het is 1 voor 12. En ik denk dat we daar heel consensueus moeten mee omgaan. We mogen natuurlijk ook niet in een hype gaan vervallen. Hè? En het mag niet vervellen tot een populistisch iets. We moeten daar de nagel op de kop slaan en we moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. Ik ben ook schepen van sport geweest, heel sportief ingesteld uit een sportfamilie. Dus die verenigingen, die liggen mij ook nauw aan het hart. Ik vind nog altijd sport een balans, een gezond lichaam, gezonde geest. Ik vind het nog altijd heel goed dat mensen sport beoefenen, want daar leer je ook omgaan met tegenslagen. Je leert verliezen. Mijn kinderen spelen ook sport en daar word je toch wel, je moet respect hebben voor hun tegenstander. Ik vind dat niet onbelangrijk. Dat zijn allemaal zaken die mij toch nauw aan het hart liggen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Op Vlaams niveau, ik denk die decreten die er allemaal zijn. Als ik het dan reflecteer op gemeenten, is het niet hapbaar voor veel mensen. Dat is heel ingewikkelde taal, heel ingewikkelde materie. Als er daar zou kunnen een inhaalmanoeuvre zijn, dat het toch misschien iets tastbaarder wordt en meer voeling geeft voor de mensen op het veld, zou dat toch al een stap in de goede richting zijn. Het moet natuurlijk allemaal heel concreet verwoord worden, maar als we daar kunnen aan werken, ik vind het vaak te ingewikkeld voor de mensen die dan de job aan zich, of die het moeten invullen, naar subsidiering toe, ook wel log, boven lokale subsidies, heel ingewikkelde materie. Tegen dat je daarin verdiept bent, moet je daar pagina's scrollen. Dat vind ik een beetje te omslachtig. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een ketting meegebracht. Een ketting met allemaal schakels. Ik heb in die ketting zitten schakels, grotere schakels, kleinere schakels. En voor mij is dat symbolisch, omdat dat ook een element is dat verbindt. En voor mij gaat politiek over verbinden, mensen verbinden, ideeën verbinden en toch komen tot één geheel. En dat is toch de uitdaging, want er zijn zoveel verschillende ideeën en je moet altijd compromissen sluiten. En dat is natuurlijk de moeilijkheid, want soms wil je baanbrekend werk verrichten en kan je maar een klein tikkeltje gaan verruimen. Maar de kwestie dat je daar allemaal aan eenzelfde zeel trekt en dat je u allemaal kan vinden in die duiding of in dat
project dat je gaat doen, vind ik heel belangrijk. En ik vind dat ook bij ons in de gemeente, als we zo zaken zeggen van kijk, dat zouden we willen veranderen, iedereen wordt rond de tafel gebracht en daar wordt er dan gebrainstormd en uiteindelijk heb je die ketting op het einde van de rit. Ook met de mensen in het gemeentehuis, ik vind dat niet onbelangrijk van die te betrekken bij het beleid. Wij hebben die ook betrokken bij ons bestuursakkoord. Wij hebben daar afgetoetst van ja, wat kan voor jullie, wat kan niet. Ik vind ook, we moeten daar geen gouden kastelen beloven als dat budgetair niet haalbaar is. Dat is nu heel kort door de bocht. Maar dan heb je ook een band met je administratie en daar moet je het mee doen. En ik vind die verbindende schakel, en dat vind ik voor mij is heel belangrijk ook in mijn gemeente als burgemeester, dat ik die mensen kan verbinden. Vandaar de ketting.